Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal in Content Veen seizoen 3. We zijn er gewoon weer. Oh, wat spannend. Het is even geleden, maar we zijn teruggekeerd in Piratenland. En met een tijdje geleden bedoel ik eigenlijk ook stiekem bijna een maand geleden dat ik de laatste Content Veen video heb opgenomen. Het spijt me enorm, maar we waren super druk met Skyblock op Content Veen openbaar. En terwijl we hier ook zijn, begint het ook heel deprimerend te regenen. En ik zie dat de camera's zijn geplaatst op mijn nieuwe schip. Ik dacht, ik begin mijn video even op mijn nieuwe boot hier. Maar zo te zien staan er allemaal camera's. Dus ik ben hier niet veilig. Laten we met deze trident er even vandoor gaan. Hoppakee. Ik vind het hartstikke leuk dat we gewoon weer een keertje in Content Veen zijn. Er is niet zoveel veranderd in Piratenland. Het enige wat nieuw is, is dat we natuurlijk die trident hebben. Maar dat was in de vorige video al. En er is nu hier... Oh, ik heb mijn armor niet aan. Ik ben bijna dood. We hebben hier nu dat kraampje. Die is door Harlow gevuld. Dit is de Harlow zijn koekjeskraam. En zoals je ziet zit Harlow hier met mijn hoofd er daar heel mooi bij. Gekke piraat. En hij verkoopt Harlow koekjes. Ik heb zelf, heb ik er al een paar. Enige is dat Harlow koekjes niet echt de beste saturation hebben. Oftewel, het duurt best wel lang voordat je een keer je hartjes terug hebt. Maar het zijn wel hele lekkere koekjes. Ik hou echt van het feit dat ik die Elytra heb. Dat ik gewoon kan rondvliegen door mijn baas. Alleen als het regent hoor. Anders kan het niet. Oeh, oppas dat ik niet dood ga. Dat is het enige. Goed, naast deze overheerlijke Harlow koekjes wil ik eigenlijk stiekem ook gewoon even mijn vleesdoosie hier openen. En daar gewoon lekker even wat steak uithalen. Oké. Want dan kan ik even mijn hartjes terugkrijgen. Maar goed, dat het regent, dat stopt ons natuurlijk niet van een hele leuke aflevering hebben, jongens. Omdat het een tijdje geleden is, wil ik even beginnen aan een nieuw projectje. Ik weet dat mijn boot moet ook nog afgemaakt worden. Maar ik ben al zoveel afleveringen achter elkaar aan die kant daar bezig, jongens. Dat ik dacht, het is een keertje tijd om Piratenland uit te breiden. Maar dan aan deze kant hier. Het is zo'n mooi landschap om dingen hier te gaan bouwen. Het enige nadeel is dat het helemaal volgebouwd is met bomen en bos en blaadjes en gras en bloemetjes. Hartstikke leuk, maar ik wil dit gebied hier wil ik uiteindelijk ook volgebouwd hebben met een soort piratendorp. Alleen ja, er zijn overal bomen en zo. En ik denk dat ik dat ongeveer tot en met, laten we zeggen, hier wil hebben. Tot dit gedeelte hier, dit randje. Dus wat nou als we al deze bomen hier nou gewoon even weghalen. Dat we langs boompie voor boompie gewoon even er langs gaan zo om die allemaal weg te halen. Kijk, dan gaat het zo netjes weg. Dus als we dat nou even doen. En ik ben erachter gekomen dat ik dat heel snel kan. Namelijk door een prachtige timelapse. Let's go! Alle bomen zijn omgehakt die ik om wilde hakken, jongens. Het was uiteindelijk echt iets van 10 minuutjes tot een kwartiertje werk. Het is helemaal, stel helemaal niks voor. Zoals je kan zien, dit is ook alles wat ik heb gehakt. Dus ik ga er vanuit ongeveer 10 minuutjes verder, volgens mij. Je kan het trouwens, als je goed hebt opgelet, aan mijn klok zien. Ik heb zelf niet opgelet, maar volgens mij zijn we echt 10 minuutjes aan een kwartiertje verder. In ieder geval, bomen zijn weg. De bloemetjes moet ik wel nog weghalen, maar mijn inventory zit vol. Dus laten we heel even een nieuwe kist hier maken. Zo, dan gaan we eventjes alle spulletjes in dumpen die wij hier tevoorschijn toveren. Dat gaan we dan hier plaatsen, zo. Dumpen we even alles in, behalve de harlekoekjes. De harlekoekjes houden we bij ons. En dan is de volgende taak om even al deze bloemetjes hier weg te halen. Want wat zijn er eigenlijk veel bloemen hier? Kijk, en die grote bloemetjes zijn wel makkelijk om te slopen. Alleen het probleem een beetje is, al deze kleine bloemetjes hier, dat is echt best wel vervelend om weg te halen. Omdat je slaat heel vaak mis. Maar goed, het heeft ook geen mega prioriteit om dit specifiek nu los weg te halen. Want wat ik eigenlijk wil gaan doen, jongen. Oh, ik heb wel veel bloemetjes nu. Daar ben ik wel blij mee. Er zijn veel kleurtjes vooral. Wat ik eventjes wil gaan doen, is dit landschap hier een beetje opnieuw gaan terraformen. Ik wil dat pad wil ik niet meer rechtstreeks. Zo heb ik wel eigenlijk dat pad een beetje heen en weer laten zigzaggen omhoog zo. En dan proberen het landschap wat platter te maken op sommige punten. Zodat ik wat huizen kan gaan bouwen. En bijvoorbeeld dit soort dingen hier. Er zit hier ineens een mega krater of zo. Dat ziet er ook niet mooi uit. Dus ik denk dat het wel leuk is om even dit landschap... Landschap? Landschap? Nee. Om dit landschap een beetje even wat mooier te maken. Dus daarvoor heb ik nodig letterlijk alleen heel wat dirt en steen. Dirt en steen. Dan kunnen we daarna kunnen we details wel toevoegen. Maar ik ga even kijken. Heb ik dat toevallig niet bij me hier? Want ik heb hier nog wat kisten of wat shulkerboxes. Eén, dat is coarse dirt. Gras. En that's it. Oké, helemaal niks. Laten we dan heel even snel naar mijn
schip gaan daar in de verte. Eventjes hier in deze kist kijken. Oh, jongens. We hebben genoeg dirt. Hoppakee. En zelfs gewoon gras. We kunnen zelfs met gras werken. Dat is beter. Oké, stoppen we dat allemaal eventjes hierin. Pakken we dit gras er ook even uit. Zo, en dan heb ik alleen nog even heel wat steen nodig. Gewoon normaal steen. En dat hebben we ook genoeg. Meer heb ik op het moment niet nodig. Steen en dirt. Kunnen we later kunnen we de steen een beetje details geven. Net zoals Schedeleiland. Dat het gewoon wat mooiere blokken heeft in plaats van alleen steen. Kijk, zoals deze klif hier heb ik bijvoorbeeld alleen steen vol gebruikt. Maar ik wil het landschap er eigenlijk ook een beetje zoals dit uit laten zien, jongens. Overal, dat is gewoon echt heel mooi. Maar dan ook nog met detailblokken zoals dat er doorheen. Gewoon een beetje rommelig steen. Dus, daar zit ik even te denken. Ik wil bijvoorbeeld dan heel simpel hier beginnen daarmee. Door dat gewoon zo te laten lopen. Kijk, en dan kan hier kan ook gewoon een huis op, weet je. Dat is dan het voordeel. Kijk, hij moet eentje lager even. Kijk, zo een beetje. Kijk, hoeveel platten dit zou zijn als we dit zouden doen. Dan kunnen we hier een mooi huis bouwen. Ga ik het daar weer omhoog brengen? Ga ik het daar... Weet je, dit gaat geweldig worden. En net zoals het bomen hakken, kunnen we dit ook heel snel. Dus veel plezier met kijken naar een timelapse. Hoe ik het landschap hier verbouw. Misschien het pad een beetje aanpas. En er gewoon voor zorg dat hier veel meer huizen kunnen komen. We gaan de infrastructuur bouwen. Dat, weet je, we noemen het gewoon de infrastructuur timelapse. In 3, 2, 1. Mambo! Timelapse en wat hebben we veel gedaan. Het hele landschap is omgetoverd tot wat nieuws. Je herkent het niet eens meer met hoe het er eerst uitzag. Toen deze video begon, liep dit pad hier nog rechtstreeks rechtdoor. Zo helemaal daarheen. Overal bomen. Het was eigenlijk plat gewoon. Het zag er niet heel mooi uit. Maar nu jongens, althans plat. Het was heel schuin allemaal juist. Maar nu heb je allemaal platte platformen zoals dit. Hier is het eerste platform hier beneden. Laten we gewoon even beneden beginnen. Je hebt hier de stallen. Dan hebben we daar een mooie camera natuurlijk. En dan heb je als je deze kant op loopt nu omhoog. Heb je hier links heb je gelijk een soort van heel plat stukje. Waar we een prachtig nieuw huis kunnen bouwen. Ik weet nog niet wat er gaat komen, maar we hebben in ieder geval ruimte gemaakt voor een huis. En dat platte stukje wordt natuurlijk ondersteund zoals hieronder met gewoon steen. Dan hier heb je ook weer een soort hellinkje, een verhoging. En dan kan je ook gelijk naar links als je wilt zien, want hier hebben we nog een plat platform waar een huisje kan. Dan kan je nu ervoor kiezen om zo door naar de winkelvallei te gaan, maar je kan nu ook naar rechts hier. Ik heb in plaats van het pad door laten lopen, heb ik een splitsing hier gemaakt. Het ding is, je kan vanaf hier ook heel mooi het DBE-gebouw zien, jongens. Waar ik ook al een tijdje niet meer ben geweest. Maar alles wat we hier dus aan het doen zijn, wordt wel in de gaten gehouden door de DBE. Dan hier rechts is een route naar een nieuw plat platform hier. Dit is de ruimte boven het hotel. We hebben hier natuurlijk het piratenhotel. Dat zit hier een beetje half in de berg of zo. Maar we hebben hier nu een hele mooie, platte nieuwe ruimte. Hier kan ik meerdere dingen bouwen. Misschien ook nog een pad daarheen dat je ook bovenlangs je kan. Dat je niet specifiek onderlangs helemaal hierheen hoeft. Dan zou je vanaf de Wilde Westen van KB zou je rechtstreeks zo plop, hoppakee, hier door naar de winkelvallei kunnen. Hoef je niet helemaal door Piratenland. Als we dan even teruglopen, hebben we hier een grote rots gebouwd. Ik dacht, het is zo plat hier.
Er moet even wat meer natuur bij komen. En ik denk dat kunnen we mooi oplossen die gewoon een grote rots te bouwen. Kijk, dan kom je op dit pad hier uit. En nu zijn we ongeveer op de locatie waar het pad is zoals hij eigenlijk al was. Hier is niet zoveel veranderd. Hier natuurlijk, dat zie je ook aan de bomen. Maar kijk wat een leuk platform we hier nu hebben, jongens. Ik weet alleen nog niet zozeer wat ik hier wil bouwen, maar ik denk dat ik hier wel wat groots wil bouwen. Ik denk dat hier wel één groot huis moet komen. Dat ik hier niet meerdere huizen op wil bouwen, maar misschien gewoon één groot huis. Of juist daar beneden een groot huis. Er moet ergens een groot gebouw. We hebben nog niet echt een groot gebouw. Voor mij het grootste gebouw wat we hebben is daar helemaal in de verte mijn observatorium. Ik denk dat op dat moment, op het moment dat mijn grootste gebouw is, het observatorium. Ja, en mijn boten natuurlijk die ik heb. Als dat die boten nog afgebouwd worden. Maar hier kan misschien een groot gebouw komen of daar beneden. Want als ik hier een groot gebouw plaats, al op een verhoogd platform, dan weet ik niet of dat er heel mooi uit gaat zien. Maar ik ben wel heel blij met het feit dat hier gewoon een compleet nieuwe infrastructuur is gebouwd voor huizen en voor andere gekke dingen. Dus laat zeker in de reacties achter wat jullie willen dat ik hier allemaal ga bouwen. We moeten natuurlijk ook nog aan de andere kant van het water mijn stadje afbouwen. Maar ik vind het leuk om een beetje af te wisselen. Gewoon ook even aan deze kant weer een keertje verder gaan, weet je? En natuurlijk moet er ook nog de natuur, de bomen. Want dit soort bomen komen niet meer terug. Ik wil uiteindelijk alleen maar dat soort palmboompjes hebben. Dus uiteindelijk moeten alle bomen weg. Ook die daar bijvoorbeeld, die moeten ook uiteindelijk allemaal weg. Want dan hebben we helemaal een mooi piratenlandje. Dan ga ik even kijken of ik wat torches of lanterns bij me heb. Want het enige nadeel is dat ik nog niet alles heb belicht. Dus dat je, ja, 5 lanterns, maar niet volgens mij nou echt nuttige torches of zo. Eee, dat wordt nog wat. Oei. Oei, oei, oei. Want het ding namelijk op het moment, jongens, is ik heb alles hier helemaal dichtgebouwd. Maar het is wel overal nog echt enorm. Oh, mijn god, dit zijn veel monsters. Oh, wacht, kom maar even allemaal naar buiten. Jongens, kom allemaal maar even naar buiten. Kom maar allemaal even hierheen. Ik ga jullie allemaal even stuk voor stuk vermoorden. Kijk, die zombies gaan wel dood door de dinges. Door de zon. Skeleton, jij moet ook even sterven. Hier komen, hier komen. Toenk, 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 toenk. Oké, okay. De creepers zijn het enige waar ik me een beetje zorgen over maak. Waarom belicht ik dit soort dingen niet? Mijn armor heb ik niet aan. Ik moet mijn armor aandoen, anders ga ik dood. Waarom belicht ik dit soort dingen niet gewoon gelijk? Het gaat altijd op dezelfde manier bij mij. Oké, skeletons en creepers ben ik bang. Oh mijn god, wat zijn er veel creepers. Waarom zijn het zo belachelijk veel creepers? Oh mijn god. Oh mijn god, wat zijn het er veel. Oh, ik ben hier weg. Ik ben hier weg. Het zal wel. Ik heb nu niet genoeg licht bij me. Ik heb niet genoeg toortjes of licht bij me. Oké, dan ruimen we dit hier ook eventjes op. Dan heb ik hier genoeg. Nou, trouwens, dat kan ik dan beter. Even kijken hoor. Even de spullen die hierin zitten, kunnen we in deze kist hier douwen. Zo. Hoppakee. Dan hebben we gelijk het rommeltje hier opgeruimd. Goed. Hier ben ik heel blij mee. Laten we dan heel even naar mijn winkeltje toe lopen, jongens. Want ik heb wat hout op het moment waar ik niet zoveel aan heb. Ook hout ga ik denk ik niet zoveel gebruiken. Oh! En dan eventjes wat nieuws. Ik heb een nieuw paard. Die heb ik gekocht in een livestream. Allerbeste Benny ooit. Ik heb een 2 weken geleden ben ik live geweest. En toen heb ik dit paard gekocht in Content Veen. Hier even een korte flashback. Deze paarden worden momenteel aangeboden. Allerbeste Benny ooit. Snelheid. Het is echt een mega snelle Benny. Paarden zijn al voorzien van een zadel. Voor een lead en of horse betaalt u 1 diamond. Oké, de betaling plaatst u in de kist. Dus ik wil wel horse armor. Nee, horse armor hoef ik niet. Ik wil wel 1 lead wil ik wel hebben. Ik dacht dat mijn paard veilig van jou terug zou krijgen. Ja, Harlow heeft hem gestolen. Harlow is de boos toen en niet ik. Hier, zo, oké. 1 diamond voor de lead. Ik wil heel graag een lead hebben. Oké, en dan heeft hij al een zadel. Dus dat, het enige wat ik hoef te doen is gewoon hier op te stappen op de allerbeste Benny. Ja, volgens mij is dit echt een monster van een paard, jongens. Volgens mij de snelheid van dit ding. Dit is echt heel veel diamonds voor een paard trouwens. Dit zijn echt heel veel diamonds voor een paard. Maar het is prima. Ik vind het goed. Ik vind het goed. We hebben hem, jongens. We hebben hem. Goed, ik heb dus echt iets van 15 diamond blocks betaald voor dit paard. 15 diamond blocks. Ik ben opgelicht door een cowboy. Dus ik moet er even wat geld verdienen, want al mijn diamonds zijn op. Ik heb geen diamonds meer op het moment. Helemaal nul. 0,0. Nog minder dan 0. Gewoon min 1 diamonds heb ik. Wat is er met Rick gebeurd? Rick, wat is er met je gebeurd? Waarom kijk je zo zielig? Waarom kijk je zo verdrietig, Rick? Wat staat er? Huh? Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Of is het een M? Of is het een H? Nee, het is een M. Mimi. Mimi-mimi. Wat is dit? Wat is er met Rick gebeurd, jongens? Waarom staat er mimi-mimi-mimi? Oh mijn god, ik snap er helemaal niks van. Laten we heel even allerbeste Benny ooit hier neerzetten. Dan heb ik hier de oakhout. Dat kunnen we gewoon verkopen. Gaan we er gewoon indumpen. Heb ik meer? Toevallig? Nee, dat is steen. We hebben hier ook niet meer. En hier hebben wij ook niet meer. Oké, dat valt eigenlijk al mee hoeveel ik had. Ik had verwacht dat ik wat meer had. 1 stack is 1 diamond. Dus we kunnen hier weer 3 diamonds verdienen, jongens. Is er in de tussentijd nog wat meer gekocht hier? Wat dirt bijvoorbeeld of zo? Nee, dat is niet gekocht. Oké, maakt niet uit.
Maar naast het hoofd van Ricky, jongens, dat er in één keer Mimi 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 staat, hebben we ook hier aan de overkant, volgens mij, als we hier in de winkelvlei even rondrijden. Kijk, daar is ook zo'n raar hoofd. En dat is niet de enige. Maar daar staat er ook nog één. Daar staat er nog één. Daar in de verte staat er nog één. Er staan overal ineens van die hele rare verdrietige hoofdjes. Nou, en ik weet niet precies waarom. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ja, ik weet dat meneer KB's geplaatst heeft. Alleen, ik weet niet waarom ze hier staan. Een heel groot gek mysterie dit. Oh, wat heerlijk dat ik hier nu aankom, jongens. Dat hier al piraten... Kijk hoeveel groot... Wacht, ik ga even slapen. Het is nu donker. Dat is niet leuk. Kijk hoeveel groter piratenland aanvoelt. Het feit dat je nu hier al gewoon voor je gevoel een beetje bent... Dat maakt het zoveel beter. Ik ben heel benieuwd wat hier allemaal nog gaat komen. Jongens, dan wil ik nu ook nog eventjes iets doen... wat ik eigenlijk al maanden geleden had moeten doen. En dat is de schildpad die ik hier heb. Die moet een keertje vrijgelaten worden. Dit schildpadje die ik hier heb, die zit al zo lang in de boot. Het wordt gewoon zielig. Dus schildpad, maak je geen zorgen. Ik ga je vrijlaten. Je bent vrij om te gaan en staan waar... Je zwemt ook gewoon weg zonder een afscheid te nemen. Weet je? Stik er dan ook maar in, hè? Hé, ik geef je vrijheid en wat geef je terug? Verdriet en eenzaamheid. Ik hoop dat je verdrinkt. Dat is niet waar, jongens. Ik hoop niet dat hij verdrinkt. Ik ben benieuwd of hij hier nou ook in de buurt blijft. Of dat een ding is. Of dat hij nu gewoon echt weg gaat zwemmen. Of dat hij bij het strandje hier blijft. Ik weet niet zo goed hoe van die schildpadden werken. Ik ga wel het bootje ga ik terugplaatsen. Dat is wel handig om hier gewoon te hebben. Zo, hoppakee. Niet weer in de boot zwemmen, hè? Ik heb je wel door. Goed, jongens, dan is er nog iets wat ik wil doen. Ik heb even wat spulletjes bij elkaar verzameld. En dat is namelijk dit DBE outpost gebouwtje hier, jongens. De tirannie van de DBE heeft mij lang genoeg gemarteld, weet ik wat allemaal. Ze hebben me lang genoeg onder controle gehouden. Ik ga dit gebouw namens de piraten gaan we dit gebouw sluiten. En ik weet niet wat de DBE hierop gaat zeggen en op gaat doen. We gaan het zo... gesloten. Zo, hoppakee. Arr. Een beetje piratenstijl. Het is gesloten. We sluiten dit gebouw. Ik zal niet langer zwijgen onder de DBE. Ze zullen niet langer mij martelen en mij controleren en weet ik wat allemaal. Waarschijnlijk ga ik hiermee echt in de problemen komen met wat ik nu doe. Maar zo. Gesloten. Arr. De piraten sluiten dit gebouw, jongens. Camera's mogen ze houden wat mij... Nou, weet je wat? Ik ga de camera's ga ik zelfs hakken, hier. De camera's zijn ook van mij. Zo, hoppakee, dan de camera daar... Oh, daar kom ik... Weet je, dat is net vervelend dat ik daar niet bij kom. Wil ik die moeite dan doen? Ja, we moeten wel. We gaan die ook pakken. We pakken die ook, jongens. Zelfs deze camera hier. Oh, ze hebben hierboven ook een camera. Oh, ik heb sowieso nog nooit de bovenverdieping gezien. Oh, mijn god. Ik heb deze bovenverdieping nog nooit gezien. Oké, weet je, we gaan gewoon deze hakken. We nemen deze mee. We nemen deze mee, jongens, deze camera. Zo, die is ook van mij. Ook van mij. Deze halen we weer weg. Zo. Ze hebben officieel heb ik het DBE-gebouw gesloten nu. Ik ben benieuwd wat ze hier tegen gaan doen. Ik zal niet langer bespioneerd worden en zo. Het enige is dat die camera's daar wel allemaal nog hangen. Die moet ik ook trouwens. Ik kan vanaf hier kan ik nog even mooi kijken. Hoe ziet het er daaruit wat ik gebouwd heb? Oh, dat ziet er... Oh, jongens, dat ziet er echt even goed. Wacht even hoor. Laten we heel even het restaurant in gaan. Vanaf het restaurant heb je echt een mooi uitzicht namelijk. Klimmen we hier omhoog. Klimmen we hier omhoog. Gaan we door de deurtje hier. Hoe ziet het eruit? Oh, jongens. Kijk die stenen daar. Oh, dat ziet er goed uit. Imagine overal daar huizen op. Wat een upgrade aan Piratenland dat is. Ik ben hyped. Ik ben heel hyped. Wee, donk. Maar goed, we hebben de DBE outpost is dicht. Het is gesloten. Niet langer. We protesteren. Ik ben wel bang dat het problemen op gaat leveren. Maar dat is een toekomstprobleem. Dat is een probleem voor de toekomst, knalnet. Niet een probleem voor de huidige knalnet. Goed, jongens. Dan is dat alles waar ik vandaag... Oh, de 360 komen hier even op. Dan is dat alles waar ik vandaag tijd voor heb. Er gaan weer meer Condat Veen video's aankomen. Geen zorgen. We gaan weer meer dingen bouwen. Maar ik heb het erg druk gehad met Condat Veen openbaar. Waar jij ook aan mee kan doen. Wil je nou ook lekker op Condat Veen openbaar spelen? Join dan even met dit IP. play.condatveen.nl. Speel je nou Bedrock Editie? Voeg. Hier, 26006. Dan kan je met deze poort kan je joinen. Dus play.condatveen.nl, poort 26006 voor Bedrock Editie. Doe gezellig mee op Condat Veen. Iedereen is welkom. En dan heb ik het wel voor Condat Veen openbaar natuurlijk. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Je moet nu abonneren, dat is echt verplicht. Vond je het nou zo'n leuke video, kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Condat Veen deel. Heb je die nou nog niet gezien, moet je hem zeker even kijken. Hele leuke video. Aanrader, kijk hem nu. En dan nu speculaat, glaasje water, telt 4, flesje bier, tot de volgende keer.